Vandaag vertel ik het verhaal van Boer Boris gaat naar zee. Een prentenboek van Ted van Lieshout en Philip Hopman. Dit vertelt het verhaal over Boer Boris die heel graag een dag op vakantie wil, maar eigenlijk veel te druk is. En het liefst wil hij dat alle beesten meegaan. En hier in het theatertje zien jullie Boer Boris en al zijn vrienden op de tractor. Boer Boris gaat naar zee. Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel en zijn jas. Want als er kou en regen is, dan komt een jas van pas. En daar staat hij. Het koffertje, de parasol, de hond en de poes. Klaar om met Boer Boris naar zee te gaan. Maar, zegt Boer Boris, wat dan met al die andere dieren op de boerderij? Die willen ook mee. En zien jullie eens? Daar staat koe Clara en haar kalfje. En ook die willen mee met Boer Boris naar zee. Oh, zegt Boer Boris, dan pak ik de tractor, want daar past iedereen in. En nu hebben we de poes en de hond, koe Clara, maar ook alle kippen willen mee. Ook de kippen willen mee naar zee. En zijn er nog meer boerderijdieren? Ja, want het paard van Boer Boris, die wil ook wel mee. En het paard van Boer Boris komt voor de tractor. En een kar vol met koeien en kippen die allemaal meegaan naar zee. Boer Boris en de dieren, die willen naar de zee. En daar gaan ze, in de file, op weg naar het strand. En de varkens voor op het paard roepen, oh, ik ruik de zee al, we zijn er bijna. En in de verte, achter de duinen, waar de meeuwen vliegen, zien we de zee. Boer Boris met zijn rode tractor is bijna bij de zee. En daar zijn ze. Kijk eens, als eerste rent de koe en het varken in het water. En Boer Boris zit op zijn stoel, in de schaduw, op het strand. En alle dieren van Boer Boris zoeken verkoeling in de zee. En kijk eens hier, in de diepe zee, zien we alle dieren zwemmen. De poten van de koe, het varken en het paard en zelfs het hondje zit in zee. Alle dieren van Boer Boris zwemmen in de zee. En zelfs Boer Boris maakt een zandkasteel, een boerderij van zand en iedereen doet mee. En aan het eind van een lange dag is iedereen heel moe. En met hun oogjes dicht rijdt Boer Boris weer naar de boerderij toe. En zou de boerderij er na zo'n lange dag aan zee nog steeds staan? Boer Boris kijkt ongerust, maar daar aan het eind van het pad staat de boerderij. En iedereen had een fijne dag aan zee. Dat was het verhaal van Boer Boris aan zee.